En waar zat nou ook weer die ingang van die... Was het hier zo? Ja, de ja, link... Je moet links... Ja, dit is zo. Coming back! Van die planten daar doodgegaan. Daar lig ik. Dus kijk, wacht. Ja, je kan die planten gewoon downhalen. Want ik heb een exit vast. Oké, okay. Wow, what the fuck gebeurt hier? Scoot. Oké, ik ben er. Dat is. Ik ben ook ik ben daar dood gegaan. Was ik dit? Ja, dat was ik. Ja, okay. Hier zo. Hier zo lachen. Oh. Oké. Okay. Energie. Oh, waar? Heb jij het al koper al gepakt dan? Ja. Oké. Okay. Oh, volgens mij komt er weer een Darude boven. Mm-hmm. Wel grappig dat je hier ook gewoon kan horen. Wacht. Deze tether. Wat? Dude, dit is wel heel erg. Dit was nooit in een cave. Delano, hier ligt ook een body. Oh ja, wacht, hier ben ik deze keer dat gewoon. Dude, waarom is dit zo... Waarom hoor ik het zo goed hier beneden? Dit is best wel scary. Wat is dit? Delano? Ik heb oxygen nodig. Volgens... Delano? Ja? Volgens mij ligt hier gewoon een dood persoon, iemand anders. En gewoon iemand. What the fuck? Weet je hoezo? Nee. Want ten allereerste, het is best luid. Nee, maar kom eens hier. Delano. Ja? Hey. Want volgens mij hebben wij nog nooit een oxygen gemaakt. En ook nog nooit dynamite. What the fuck? Dynamite? Oxygen. Yeah, that's pretty new. Oxygen tank is dat ook. Dat is maar daar kan je meer oxygen meenemen. Ik heb naar die oxygen tank. Man, de roots, niet zo luid. En dat dynamite. Ik neem trouwens de ding met mee naar boven, Remco. Maar Delano, kom eens mee dan. Ja, wat is het nou weer? Nou... Ik wil teruggaan, want ik wil echt een keer met hierover weg, maar... Maar kijk, hij lag hier zo. Kijk hier. Gewoon hier? Oh, wacht, hier. Ja, kijk. Dit is gewoon... Wacht, we gaan hem opgraven. Loot the body, loot the corpse. Dump the body. Bye. Nobody saw a thing. Nee. Nope. Nobody saw a thing. It was nobody. Maar oké, er liggen dus ook gewoon smooth. Random. Make it smooth. Ja, mensen eigenlijk. Random mensen ergens. Kijk, was hij die... nooit iets Remco. Oh. Ja. Was. Wat zeg je nou? Huh? Wat heb je nou? Ja, wat? Ik heb oxygen nodig. Nou, ik heb nog die oxygen. Hé, hierboven gaat het nog verder. Wow, Delano. Ja. Ik zie boven. Hier ligt ook wat. Hm? Oh. Hier ligt gewoon zo'n research ding. Oké. Hé, het gaat hier nog dieper. Wow. Maar Lego. Wacht even. Ik heb genoeg stroom en alles, dus I'm ready. I'm down. Oh god, wat de... Waar gaat het heen? Oxygen. Oké, I'm going on an adventure, Remco. Ik heb geen idee naar waar. Delano. Oh my god. Ja, ik kan niet stoppen. Oh, jeez. Jawel, je kan wel stoppen. Wat de fuck ligt... Wat? Iets paars ligt hier. Echt helemaal alleen één paars ding. Wacht, ik kom. Het is een research ding. Dus helemaal alleen zit hier een research in. Alleen dit hier. Oh, wow. Dat is het enige wat er lag. Damn, die gaan we meenemen. Als we terug kunnen komen. Ik heb stroom nodig. Of wat oxygen. Here we go. Take it. Ga jij het meenemen? Of ja. Kan je dit? Ja, ik heb het vast. Of jij? Ja, oké. Zo, go. We gaan in ieder geval terug. Oh wow, ja. Yeah. What the fuck is dit? Maar dat. Oké. Misschien is het een zeldzame blueprint van iets wat zeg maar. Wat duur is of iets? Maar in ieder geval, hierboven zit dus nog standaard research ding. Oh ja, die neem ik wel mee. Oké, maar pak jij oxygen? Er zit van die blauw kristal het hele muur daar, hè? Dus pak je even. Ja, maar ik denk dat ik nog wel terug kan komen. Oké, ik pak dit ding. Ik pak toch even wel oxygen. Het is niet zo gek veel meer, maar should be enough. Oké. Maar ik heb ook maar 25%, maar ik heb... Ja, ik ook. Daar hadden we wel. Maar oké, je kan dus ook gewoon random loot vinden. Zoals die oxygen tank en dynamite dat we nou hebben. Ja. Oh, pas op voor deze. Nee! Oh, je liep vol in dat ding!
Die folder in de ruimte. Dan moeten we ook een keer afdichten, die dingen, hè, maar. Ja, oké, okay, baby. Maar oké. Okay. Dit is niet veel vet, nou maar... Ik heb nou dus extra zuurstof, want ik heb nou een oxygen. Dat ja, dat is ook heel nice. Nice. Hey, maar ik denk dat ik zeg maar, dat hier later wel ik heb terug moeten komen als misschien wat beter per pers zijn ofzo. Maar voor nu, ja, we hebben wel genoeg shit. We tellers mee hebben. En meer tellers, ja, om goed te exploren. Yep. Maar oké, okay. We hebben nu in ieder geval de deep case gevonden. Dat hadden we nog niet verwacht. En we zijn er na dus ook achter dat er zulke random dode mensen liggen. Mm-hmm. Ja, er zijn best veel. Ja, maar in de overworld moet je als goed dus ook heel veel wrakstukken kunnen vinden. We hebben nog maar één kleintje gevonden volgens mij. Maar dus als goed moet je ook echt enorm dingen kunnen vinden. Oh, ik kan hier niet langs. Wat? Oh, er zit alweer een gat daar. Dat is een beetje oppassen. Wat zei je nou? Wat hebben we boven gevonden? Zo'n klein satellietje. Ah, okay. Ja. Oké, okay, maar goed. Maar ja, we moeten heel wat gaan discoveren. Dus we beginnen even met deze. En dan wil ik even die van jou zien. Zeg maar, of die ik had gevonden. Ja. Oké, okay, lithium. Oké, okay, doe je die van jou er maar op. Oké, okay, laat maar even doen. Heb ik alweer genoeg voor een nieuwe storage? De rover is weer de enige die het doet. Grappig. Remco, heb jij toevallig een compound? Titanium, aluminium, nee. Kopper. Oh, kan jij misschien naar de dingen gaan? Ja, hier zo. Oh, zeker. Oké, maar ik wil eerst even de research doen. Ik wil echt kijken wat we hier uitkrijgen. Want dit is altijd zo heel alleen, heel diep. Oeh, het is hard research. Uh-huh. Let's see. Een drill hat. Drill hat. Dat sounds promising. That sounds promising. Oké, okay. Nieuwe storage. Oh. Ik ga nog dus dingen doen. Ah, oh, ik had eigenlijk dingen moeten doen. Hoe heet het? Een one-sitter. Dat we eindelijk een keer weg kunnen. Maar goed. Dat is niet echt zo'n probleem. Oké, okay. Dus jou zetten we hier gewoon naast. Ik wil echt zoveel mogelijk ruimte maken bij de dingen hier. Eens kijken hoor. Of dan wel iets hier. Hier, dus nu hebben we 16 plekken voor bij de dingen. Dat is nice. Oké, okay, we kunnen 13 trouwens. Oké, okay, nice. Kijk wat we eruit krijgen. Is er ook een blueprint? Oeh, ja, blueprint. En het is... Let's see. Een habitat. Oh, nu kunnen we eindelijk externe bases maken, Remco. Want een habitat staat volgens mij hier. Laten we even checken. Kijk hier, dit is de drillhead. Die ik heb gedaan. Oeh, die ziet er wel cool uit. Die kost koper. Die kunnen we maken. Maar even kijken. Battery generator. We kunnen een grote generator maken. Ja, een grote generator. Habitat, kijk. Wow. Dat is gewoon de serieuze cabine. Ja. Ja. Maar die dingen zet je ook op die shuttles volgens mij, hè? Zou goed kunnen. Ik weet niet zeker. Maar zou goed kunnen. Oké, okay, ik pak even wat meer compound hiervan. Hopelijk is het genoeg voor twee. Eén. Dammit, maar één. Er is nergens meer één compound toevallig. Compound, hallo, ben je hier? Ik had er net eentje gedropt. Daar heb ik een ding van gemaakt. Een tweede source unit. Ja, oké. Okay. Jij kan die even doen. Pak ze er wel af, hè, voordat het weinig ruimte is. Nou. Wacht, we hebben het best wel koper. Kan je niet iets maken met koper dan nu? Iets leuks? Wacht, wat was... Er is nog steeds één koper die niet af is. Ja, die ene koper is gewoon een burger. Ik kan niks meer doen, maar even kijken hier. Compound, aluminium. Ja, de drillhead is van koper. En een generator is van koper. Zullen we een generator maken? Ik denk dat misschien wel handig is, een generator. I don't know. Druk jij de knop? Okay. Ja, we hebben ook heel veel nature stuff, hè. Dus heel veel van dat, wat heet het, wat we ermee kunnen doen. Dus we hebben een grote generator. Het enige wat we dan niet hebben is een grote solar array. Oké. Okay. Oh, maar je hebt coal daarvoor nodig. Wat? Coal. Wow. Oh, ik denk dat we daarvoor een refinery moeten hebben ofzo. Als die zullen we nog niet hebben. Oké, okay, ik zet het wel alvast hier op. Plonk ik hier alvast op. Pa, daar heb ik hem. We hebben dus, ja, kool nodig. Beacon tijdelijk ook even daar. Okidokie. Nou, oké, okay, ik ga nog een klein beetje van dat ding zoeken. Maar de Lano. En ik pak even dingen. Hey, sinds dat we die muren hebben gedaan, werken die windvanen werken niet echt. Nee, maar... Ja, oké, okay. Het kan een beetje. Ik dacht eerst dat het toeval was, maar ja. Volgens mij is kom je mee toeval. Trouwens, Remco? Het gaat een beetje moeilijk, hè? Hm? Nee, maar je gewoon meelopen. En wat ik dus. En misschien kan je een ding opzetten, wacht. Misschien kan je één van deze dingen erop zetten. Om mee te nemen voor extra storage space. Doe ik even zo. Pak ik jou. Okay, dan zetten we hem er even op. Dus dan kan je gewoon meelopen en dan kunnen we daar dus allemaal stuff op zetten. En die zetten we dan hier achter. There we go.
Dus we hebben nu genoeg, we hebben 10 spaces om wat op te doen. Dat is nice. Ja, ik wacht even. Ik kan een drillhead maken. Ja, ik weet het, maar ik zou dat nog niet doen. Ja, het enige wat je kan maken is een drillhead en die generators, maar daar heb je coal voor nodig, ja. Dat kunnen we nog niet. Nou, maar we hebben nou een generator, maar ik kan nu ook een drillhead maken. Ja, maar we weten nog niet waar dat voor nodig is. En ik denk dat je beter scope kan bewaren voor... Oh, nou, dan ik... No, don't do it yet. Yes! Nee, nog niet, Remco. Don't do it. Be smart. Be responsible. Nee, he's not smart and responsible, Remco. Oké, we kijken wel even. Het is een drillhead. Ik weet niet wat je daarmee kan doen dan. Oh. Ja, drillhead. Ja, zet hem eens op een rover. Doet dat geen fuck, hè? Volgens mij moet je echt is er een aparte machine en dat is een drill. En daar moet je dat ding opzetten en dan kan je daarmee wel doen. Maar dat is denk ik voor de truck of zo alleen. Daar hebben we in ieder geval al een drillhead. Nou, dus ik denk dat het eerste wat ik wil maken is sowieso een truck. Maar daarvoor hebben we aluminium nodig, veel. Dus... Oh, ga jij er mee rijden? Oké. Ja, zo is goed. We moeten gewoon op zoek naar wat compounds. Even kijken. Oh, is dit meteen compound? Ja, we hebben meteen compound. Weet je wat? Oké. Okay. Ik kan meteen... Oké, nee, het hoeft niet, Remco. Kom terug. Ik ga mijn one city maken en dan hebben we allebei dingen. Ah, oké. Dat is oké. Nee, ik kan dat gewoon hier op maken, die one city. Right? Habitat, one seat. Oké. Okay. En... Oké. Maak nog een seat. Dus we moeten even kijken hoe we dat dan gaan doen. Ik kan gewoon met jou achterop in principe. Ja, gewoon hier achterop, ja. Ja. Oké, wat viel het nou? Nee, de wind veen. Nou, get it. Oké. En zet het erop. Oké, there you go. Oké, maar dan moet jij rijden of kunnen we allebei rijden? Probeer eens. Ik kan niks doen. Want jij bent, you're the driver. Oké, maar dan houden we jongens. Met z'n tweeën. Met ons extra wagentje. Dit ziet er wel goed uit. Dit werkt wel zo, I guess. Maar waar gaan wij naartoe? God, maakt echt niet uit, want we hebben oneindig dingen. Het maakt echt niet uit en we hebben de dingen blijft hier voorop staan, denk ik. Hoe we thuis moeten komen. Tenzij ik het in één keer zie verdwijnen. Dus zo van... Ja. Oh, wat? Wow! Careful, please! Ja. Oh mijn god. Wel. Oh, dit zijn ook 7 game points, deze seats. Blijkbaar. Ah, oké. Okay. Nou, oké. Okay. Oh! Remco! Ja? Crash sites. Reis gaat recht vooruit. Recht vooruit. Ja. Ja, ik zie het niet staan. Zie je het niet staan? Nee, maar ik zie het nou wel hier voor ons. Ja. Oh mijn god, dit wil ik zien. Waarom flipt alles? Holy crap. Oké, okay, dit kan je... Ik kan even maar uitgraven. Dit kan je uitgraven, wacht. Koop. Oh, kijk wat hier allemaal zit. Whoa. En dan zit een one seat hier gewoon op. Wat? Goddammit, really? Oh, wauw. Er zit iets wat onderzoek. Ja, wauw, dit is sick. Maar kom, er zit hier gewoon een one-seater in. Oké, we hebben koper. Koper. Oké, dat nature staat al wel. De one-seater wil ik op zich wel meenemen. Kan de one-seater erop? Wacht. Ja, zet dat ding eens even recht. Als het een beetje lukt. Oké, stop. Kan ik het... Oké, ik kan niet de one-seater erop zetten. Nee, dat resource ding ook niet, by the way. Ja, want dat heeft 2 slots nodig, want dat kan niet binnen. Oké, ik hou het dan nog wel even daar zo. Kan ik het niet terugzetten? There we go. Oké, dan zet ik de resources in ieder geval op. Ja. En ik heb ook heel veel resources nog op mijn pak zitten, daar zet ik ook wel even af. Ja. Nee, niet de tethers, dat is wat ik hou. Zo. Kijk, dat werkt goed hoor. Ik heb nog een koper. Zit alweer bijna vol. We zitten vol, oké. Hij zit al vol. Ja, oké, terug naar de base dan. Wacht, mag ik er terug? Yeah. Let go! Dit is echt wel nice, dit hoor. Dit is echt wel cool. Zo, met de rovers! Wat eigenlijk een beacon nodig. We hebben een beacon. Dus ja, die moeten we meenemen. Om bij die crash site te zetten. Oh ja, we weten al waar het is hoor. Het is niet zo'n punt. Ja, oké. Maar ik denk dat we eigenlijk... De muur ziet er nice uit, maar volgens mij is het niet echt praktisch met de windfanen en zo. Nee, maar daar weet ik gewoon een oplossing voor. Dan gaan we er gewoon een beetje zo'n ding omheen bouwen en dan maken we de windfanen gewoon wat hoger. Dat kan toch gewoon? Want bijvoorbeeld hier zo, kijk, hier moeten we gewoon een beetje uitbouwen, uitbreiden. Onder deze dingen, zeg maar. Oh, je wilt gewoon, zeg maar, onze sources van wind wil je dan erop zetten en zo. Ja, dat is wat ik van plan ben. Dat kan. Oké, maar we moeten even dit leeg halen, Remco, dus als je kan helpen.
Weet je wat? Nee, ik pluk gewoon dat hele ding eraf. There we go. En we zetten het hier neer. Oké. Okay. Nou, kunnen we hier iets mee maken trouwens? Wat kan je maken met dat lithium? Het is een rare resource en we hebben er best wel veel van. Met dat lithium kan je een batterij maken, Lano. Oh, dan ga ik het doen dan. Oké. Okay. Meer lithium, zet maar dingen. Ja, ik ga eens kijken wat ik allemaal kan doen. Tethers, een tank. Titanium. Power cell, nee. Filters ook niet. Generator. Koper. Een beacon, dat is ook compound. Nee, compounds hebben we wel nodig voor andere dingen. Ja. Oh, een batterij kan je daarmee maken. Ja, dat zei ik net ook. Oh nee, ik dacht dat je bedoelde zo'n ander ding, zo'n oxygen ding. Oké, okay, batterij, nice. Is dat gewoon een tank dan? Titanium? Dat is ook leuk, man. Oh, er zat hier al gewoon een batterij. Hey, ik denk dat we trouwens in plaats van die grote windfanen, dat we hier wat meer solar panels. Ja, hoe kost dat? Dat kost de compounds, hè? Ja, moeten we gewoon weer compounds hebben. Twee compounds. Ik denk dat we dat best nu kunnen doen. Gewoon nu weer weg gaan trekken met onze rover en dan gewoon dingen gaan verzamelen. Ja, is goed. Maar ik ga eerst even wat dingen weer dumpen dan, hoor. Oké, okay, ik heb twee batterijen nu. Wat doe ik daarmee? En ik heb een... Oh ja, ik heb dat dynamite. Ah joh, ja. Dynamite, hè. Wie heeft dat? Ik kan een tank maken. Voor mij is dat een oxygen tank, dus ik ga het doen. Dit kost wel titanium, maar... Ja, het is oxygen tank. Sweet. Ja, heb jij een batterij op je dingen zetten? Nee, die staat daar zo. Maar hier, ik heb meer. Pak maar. Wat? Maar wacht, we hebben nou drie batterijen dan. Leuk. Wat? Drie? Ja. Oh fuck. Want ik had er al een keer één gemaakt, hè? Oh wow. Ja, ik wil even wat dingen dumpen. Ik heb nu zeg maar op mijn backpack heb ik zeg maar helemaal... Ik ben helemaal utilized, zeg maar. Ik heb twee solar panels op mijn backpack staan. What the fuck is dit? Oh, ik dacht serieus dat je een wiel verloor of zo. De drillhead. Nee, dat is de drillhead. Oké, okay, maar ik wil even mijn spullen wegzetten. Kijk, hebben we hier een dingetje. Nee, wacht, dit heb ik al weggezet. Ik wil dit even leegmaken. Zo, dit kunnen we meenemen voor de extra stuff. Ik dump de rest wel eventjes hier tijdelijk. Het zijn maar drie dingetjes. Het is niet zo... Oh, hey, dit resin hebben we nodig voor dingen. Ja? Dan heb je ten eerste daar goed. Ja, oké. Okay. Dan gaan we zo eerst even hiden. Maar wat ik wil doen is dit hier. Ik wil deze kant zeg maar op. Flop, gaan we die kant op. En dan de volgende van deze gaat ook weer die kant op. Dan hebben we weer meer resin nodig. Maar goed. Oké, okay, wacht. Waarom gaan we niet gewoon... Nee, weet je wel, Remco? We gaan gewoon in onze rover zitten en dan gaan we rijden. Ja... Waar is de rover? Waar? Ik ben die ene man zien treppen. Oh, fu! Remco! Hé, hey, die muur die beschermt wel goed tegen die blokker. Ja. Nou ja, redelijk. Enigszins. Oh mijn god. Dit is niet zo heel veilig hier. Ik ben gewoon nog steeds buiten aan het staan, zo van, oh ja. Whatever. Oh, de drillhead rolt weg! Nee! Nee! Kom hier, kom. Ah, ik ben dood. Ik heb daar rood. Oh, alleen maar de drill dingen. Oké, okay, ik ga gewoon in mijn dingen zitten dan, in ons habitat. I'm safe. Daar heeft mij niet geraakt. Ik ben gekild, ik heb daar rood. Oh, wat is... Ik kan mijn spullen gewoon casually terugpakken volgens mij. Nee, nog niet. Maar ik vind het wel nice. Ik heb dus een oxygen tank, een battery tank en ik heb dus tethers. Dat betekent dus gewoon, ik heb extra oxygen, ik heb extra dingen mee. Oké, dit moet ik doen. Oké, ik ga eindelijk mijn eigen dingen zetten. There we go. Kom hier. Wacht, Q. There we go. Makkelijker. Oké, en dan... Zo. Nou, doei buddy. Oké, nou, waar de hell is Remco in één keer? God damn it. Gaat er zomaar vandoor met ons erover? Kom ja, ik ging die in een one-seater halen. Ja, ik kom terug. Dan kan je die one-seater hier even wegzetten voor later. Als we eenmaal een trek hebben, dan kunnen we daar twee one-seaters op zetten. Volgens mij werkt dat zo, right? Ja, en dan kan je daar op de achterkant kan je dan een groter ding zetten. En dan kan je uiteindelijk... Volgens mij kun je met een truck, als we zeg maar onze main truck, kunnen we dan 32 slots opzetten maximaal. Dat is fucking veel, jongen. 32 slots. Oh, wow. Ja. Oh, no. Rijdt me vol aan. Kijk, ik heb de one sheet ermee. Oh, nice man. Oké, okay, ik zet hem er even af. Okay, hier, de drillhead is helemaal naar daar gerold. Kom hier. There you go. Oké, okay, ik heb hier de dingen, Remco. En dan gaan we op zoek naar een hele lange compound. Ik denk dat compound is gewoon het beste om te gaan halen hier. Oké. Okay. Let's go. We gaan op zoek gaan naar een plek waar we compounds kunnen halen.
Of resin. Resin is ook niet verkeerd trouwens. Dus resin en compound hebben we nodig. Daar. Ja, gaan we verder. Ja. De crash site. Gaan we naar de crash site en dan gaan we daar vanuit verder. Oh, stop, 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 stop. Hier zit resin en dingen. Hier zit beide. Dat was fijn. Ik wist niet dat er zo dichtbij nog zat. Ja, je had wel een beetje geloot, maar nog niet alles van, zeg maar. Oké, okay, ik heb één ding, hè. Met alles. Denk het. En dan hier is dat nog wat meer resin. Dat resin hebben we dus nodig om onze base uit te breiden, zeg maar. Kijk, er zit nog een beetje meer hier. Oh, goddammit. Ik moet even naar de rover toe. Even wat energie te jatten. There you go. Ja, dat lukt niet. Kan geen energie krijgen van dat ding? Huh. Nee, want het maakt nou geen energie aan, dus dan krijg je ook geen energie ook. Oké. Okay. Meer resin, no power. Ja, je krijgt passief gewoon power erbij, dus dat is nice, maar dat is het enige wat ik nu power krijg. Oké, even kijken, dat stikt hier nog van de resin dan, want het is gewoon even kut te krijgen op het moment. Vanwege dat ik weinig power heb, dus... Oké. I got the power! Goed. Ik wil nog even deze ene resin afmaken, het is bijna klaar, maar klein. There you go. Yep, oké. Oké, ik heb dus nu 3 resin en dingen. En een compounds. Dus kan ik even erop douwen. Ja, we kunnen ook wat meenemen. Nice. Okidoki. Let go. Oh, en hier kan ik trouwens ook power uit tappen. Ja, maar daar was het dus. Er zat verder niks in de buurt, hè? Ja, dat stikt van de stenen, een beetje. I don't know. Kijk, hier is nog wel zo'n research ding, maar daar kunnen we later wel omkomen. Ja, dat kan later wel. Lang. We weten niet waar dat ding is, dus het is niet zo dat we een piek niet nodig hebben. Maar ik kijk wel even achter onze base. Ik zie onze base nog steeds staan, dus dat is niet een klein punt. Even kijken. Oh, 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 careful, careful. Dat vliegt weer. Oké, okay, we zijn bijna buiten range van ons dingen nu. Zo. Buiten range van wat? Als je terugkijkt. Ja. Dan zie je zeg maar nog maar net ons ding staan. We gaan nog een stukje verder. We kunnen altijd nog terug hoor. Gewoon precies achterom gaan waar we gingen. Nee, we kunnen nog doorgaan. Wat is dit, Lano? Oh, ik ga eens kijken. Oh, what the fuck? Ah, dat is gewoon een normaal research ding. Is het een research ding? Oh. Ja, volgens mij wel. Oh, ik kan er niks uit halen. Nee. Maar ja, het leek we komen voor compounds, zoals hier ze. Stop, stop, stop. Ja, zoals dit. Nice. Oké, okay, kom maar een beetje, kom je ook op dan. Zeker, compounds is echt iets waar we veel van nodig hebben nog. We zijn er weer 3 bij, sweet. Nee, ik heb er ook 2. Oké, okay, ja, dan kunnen we weer teruggaan, denk ik. Of nou, we kunnen nog even doorgaan. Voor nog een lading op onze backpack. There we go. Oh. Ja, dat is geen ruimte weer. Helaas, Emco. Ja, kan ik even rijden? Yay. Ja. Als we genoeg. Als we een keer stroom zouden hebben, dat'd be nice. We hebben nog wel wat. Oh hey, ik kan rijden. Oh kom op, hoezo kan jij nou rijden? Wacht. Nu is dit de voorkant. Wat is dit? Oké, rij maar achteruit. Ja, maar. Ik denk dan even. Ja, rij maar terug, Emke. Wacht. Probeer nou eens te. Ja, oké, ik kan rijden. Het is gewoon de eerste die erin gaat. Oh, oké. Okay. Ja. Die rijdt. Maar waar is de stroom? Oh, stroom zit op onze tweede car. Ik dacht al. Ja. Want de eerste car is helemaal leeg. Zo, waarom rijden we? Dat zijn die twee solar panels. Check, oké. Okay. Wee! Let go, boy! Yeah, oké, okay, we gaan even stunten, Remco. Oh, boy. Nu komt goed. Natuurlijk, maar die tunnel te bouwen achteraan. Ja. Oh, mijn god. De lens flare. De lens flare. Wat een landflare. Wat? Ik keek naar achter en een hele landflare. Ja. Oké, okay, maar nu met deze shit hebben we in ieder geval al genoeg om weer wat te doen. Zeg. We kunnen weer heel wat meer van die research shit doen. Van die research, van die opslag. Ja. Oké. Okay. Wacht. Nee, ik kom even hier op. Oh, je wil hem daar ook meteen connecten. Ja, maar je kan ook op andere punten connecten. Ja, klopt. Doe jij het ervan? Oké, daar we go. Dus pakken jou. Here we go. En we plonken jou even daar. Oké, nou, we kunnen nu de grote solar panels maken, trouwens. In plaats van die ene kleine die we hier op hebben staan.
Ja, maar ik denk dat dat beter is voor onze base op het moment. Ja, ja, oké. Oké. There you go. Nee, die zit goed luisteren. Ja. Oké, okay. In plaats van de windfarm voor nu, hè? Ja, voor nu. There you go. Oké, okay. We hebben onze grote solar panel. Die zijn cool. Ja. Oké, okay, maar welke kant ik dus op wil, Remco, met zeg maar die de resin hier zo. Dat kan, ik denk dat ik het nu kan doen, de eerste resin shit. Dus jou, jou. Is dit nieuwe dingen? Hm? Wacht even. Maar hey, ik heb eens een vraag, hè. Kans. Als we rijden met de auto, krijgen we dan dingen, zeg maar. Genereert het dan wind? Oh, maar dat zou... Ga eens kijken. Oké, wat gebeurt als ik hier nu een resin opzet? Dit wordt... Remco, ik plaats hem recht in de muur. What? How is this gonna work? Delano? Wat, daar ben je. Oh, van de... What did you do? Ik heb geen idee. Wow. Ik heb geen idee. What the fuck was dat, Remco? I don't know. Maar wacht, ik kijk. Oh ja, ja, oh ja, dat bedoel je zo. En dan erop uitgaan dat het dan kan. Zou kunnen. Ja, kijk, ja. Oké, okay, het is echt gewoon omdat het daar binnen is, denk ik dan. Oké, okay, nou nice, dan nemen we de windfarm mee. Dat is wel chill. Dan is dat onze energy source. Dan duw ik even deze solar panels hier nog even voor dingen. Oké, okay, dus waar ben je? Solar panel, kom hier. Hij gaat niet altijd, by the way, hè, de solar panel. Nee, nee, maar dat is sowieso... Nee, ik bedoel, ja, de windfarm, die gaat niet altijd. Het is echt gewoon bepaalde plekken dat die gaat. Oké. Okay. Maar ik wil eens even kijken naar dit resin ding hier, want wat de fuck heb ik hier gedaan? Wacht. Oké. Okay. En hij mag op zich ook wel recht gaan staan. Oh, that worked! Ik weet niet hoe, maar het werkte! Echt zo van, hé, hey, ik ga hier een keer wat proberen. En het gaat deze heel random, maar het werkt even wat mooier maken. Here we go! Dit ziet er cool uit. Kom maar zo, Remco. Ja. Yeah. Oh! It worked, I guess. Ah. Dus pakken ze die ene windfarm, kijk een plasma hier, kijk wat het dan doet. Nou, plasma daar bovenop. Hij is aan het draaien, zet hem erop, het stopt. Ah, hij draait. Oké, het works. Nice. En dan kunnen we van daar kunnen we samen uitbreiden over de muur, of de lengte van de muur. Ja. Well, maar, that's the thing, it works. Oké, wat is het volgende? Ik heb niks stroom nodig, hè? Want, ja ah, nee, oké. Okay. Nee. Niks is stroom. Nou nee, omdat hij nou draait, maar er geen ding. Want heb je een nieuwe compound gemaakt of dan? Hey, nee, die solar panel is ook nog steeds... Oh, nou wacht, er is onder stroom. Oké, okay, nee. gaan we een tweede solar panel maken en dan die op onze dingen zetten? Op onze dingen? Of wil je die windfarm erop hebben? Oh, wauw, kijk. Hé, hey, als er geen solar panel... Als er geen... Oh, dan gaat hij ook echt dicht. Geen zon is, dan gaat hij dicht. Super nice, dat is echt heel duidelijk. Maar, de windfarm gaat nog, want... Even kijken. Nee, de windfarm staat nu ook stil. Ja, niks maar dan is het daar op het moment gewoon geen... Hadden we geen research shit trouwens? Oh wacht, dan kunnen we nu omgaan. Wacht, doe jij dat even, Remco? Kan jij even twee van die research dingen halen? Er lag nog eentje bij die crash site en die andere kan je ook wel ergens vinden, I guess. Dan ga ik even kijken voor hier wat, voor wat meer. Bijvoorbeeld een extra solar panel of zo. Extra storage, dat sowieso. Extra storage. Kan je even twee solar panels even hier opzetten, Lano? Twee solar panels? Ja, want zeg maar... Nou heb ik geen manier van stroom. Oh, wacht. Oh, dit ding heeft stroom nodig. Maar je hebt geen manier van stroom. Dan pak je gewoon eventjes... Nee, de solar panels werken nu sowieso niet. Ik geef je wel de windfarm. Nee, de windturbine. Nee. Waarom noemen we het nog steeds windfarm? Dus, fucking hell. Hier, Remco. Jij noemt het. I don't need it. Ja, dan niet. Ik ga er helemaal om. Domme. Kijk het nu ook maar. Hier is nog gewoon wat stroom. Onderweg. Oh ja, onderweg heeft stroom. Maar, nee. En volgens mij hebben we wel, ik ben er nou al, dus. Ah, oké, okay, netjes. Okay, hoe zit het eigenlijk met titanium? Let me see. Die andere was een stukje verderop. Ja, koper. Nou. Oh ja, hier is weer zo'n tukken. Koper wat kapot is. We hebben helemaal geen titanium. Oké. Okay. Hoe maak je ook een titanium? Van wat was dat spul? Ik weet niet. Ik had dat gewoon gevonden, titanium dus. Hadden we nog geen ore gevonden, titanium? Titanium ore? Nee.
Oké, even zien. We kunnen hier nog wat opzetten. Wat meer van jou. Zo. Oké, nou, kunnen we wat maken. Oh, wat? Nog genoeg stroom. Bop, bop. Hallo? Wat? Was er iets bijzonders wat we gingen maken ofzo? Waarom kan je nu op het moment niks maken? Geen energie. Nee, de printer heeft gewoon energie. Waarom laat hij niks doen hier? Wacht. Oh, there we go. Doe dat even. Het was eventjes. Oké, okay, winter. Wat gingen we nou nog maken? We kunnen een grote batterij trouwens ook maken. Dat is ook een ding. Kan. Grote batterij, een groot generator hebben we al. Ik heb hier trouwens de twee research dingen. Dus. Oh, oké, nice. Ja, plokken hem op. Ik zet ze wel even op. Lekker, ja. There you go. Cool. Maar als je nu kijkt naar onze base, ziet er echt wel nice uit, hè? De windfarm is weer lekker bezig. Titanium, zie je? Oh, nice. Ja, maar we hebben dus 4 titanium nodig, want dan kunnen we dus de truck maken. En dat is eigenlijk waar ik nu naartoe wil. Ah, we hebben er 2. Mm-hmm, dus we hebben er nog 2 nodig. Ik denk dat we gewoon dat kunnen exploren, maar dan moeten we wel beacons hebben trouwens. Even kijken voor de beacons. Volgens mij heb ik trouwens... Ik heb ook nog 1 compound om een... Beacon is... Ja, maak jij een ding dan? Wat? Wacht, hier zit het er ook nog. Ja, we hoeven niet meer storage op het moment. Daar kunnen we beacons van maken. Even kijken wat hieruit komt. Ja. Het is... Copper. Kopper, oké, sure. Oké, laat me kijken. Ik maak ook even een nieuwe beacon. En die kunnen we dan ergens neerplonken en als we wel op pad gaan, zeg maar. Van nice. We hadden toch nog een beacon ergens? Ja, er staat hier ergens een beacon. Die had ik ergens op de grond neergezet, volgens mij. Oh, ja. Oh nee, hier zo, hier staat hij. Oké, ik heb nu 2 beacons mee, dus ik drop al de beacons dan. Oké, hebben we nog een ding erop zitten? Een research ding? Nope. We moeten even hier dan vandaan plukken weer. Ah, deze windfarmen zijn nog bezig. Volgens mij moeten we gewoon overal op die muren van die dingen zetten. Ja, oké. Maar Remco. Ja? Kunnen we gaan? Nee. Als we nog even hier een ding opzetten, wat gaan we meenemen? Op onze dingen zelf? De grote ding? Ik denk dat het beste is. Ik zal mee te denken aan solar panel, maar... Nou, ja, dat is wel goed, toch? Oké. Okay. Nou. Ja, ga jij maar weer. Dat is oké. Okay. Ons doel is nu dus het verzamelen van titanium. We moeten gewoon op zoek naar titanium. Welke kant gaan we nou op? Ja, een nieuwe kant. Een beetje naar links wil ik eigenlijk wel. Of we gaan gewoon helemaal de andere kant op. We gaan die kant op. Pas op voor dat gehad. Don't worry. It's alright, man. It's alright, boy. We gaan een beetje richting die berg op. Een beetje links. Zeg maar door die berg heen zo. Dat is wel cool. Ja. Kijk wat daar dan zit. Oké. Okay. Wat kunnen we trouwens. Compounds is altijd goed, dus als we meer compounds vinden, maar. Uh-huh. Kijk, hier. Oh, is het. Ja, wait, there we go. Yes. Tadaa. Oké. Dit ding is. Compound. compound. Jezus, dat is wel compound hier. Okay. Dat is toch goed te doen. Klop. Oké. Okay. Ik zet het er even op. Ook al, dat kan je niet doen als je erin zit. Oké, zet maar even je compound op dat ding. Oké. Lana? Ja. Ja, maar je rijdt nou echt. Wacht even. Je rijdt dan. We doen zo. Je rijdt met de verkeerde kant, Lana. Ja, ik weet het. Oh, er komt de route aan! Ja, stap even uit! Ja, oké, dat gaat niet. Ja, ja. Wat rij jij? Kan je nu rijden? Ja. Oké, top. Ja, ga schuilen daar bij de bergen. Run, bitch! Pas op!